up, it's your boy Excellent. We zijn bij Punch-Out Battles Next Gen met die freestyle battles, back to basic shit. Heel die fucking toernooi was fire en we zijn bij de finale aangebroken met twee terechte finalisten. Maar voor ik ze ga roepen, jury, was good. Jason. Motherfucking Kimo, ik denk dat we niet te veel moeten praten, maar we hebben een mooie finale. Let's motherfucking go, man. Tim Emmers, wat Kimo zei. Let's go. Yes, sir. We gaan kijken wie van deze twee heren naar huis gaat met 200 euro. Inseno, get to the stage. Dani, let's go. Oké, gewoon voor de record, kop of munt. Je mag het zeggen, man. Doe maar kop, man, bro. En het is kop. Aan het begin, man, bro. We krijgen de eerste ronde op Inseno. Er staat tails, heads en tails. Dus kop is munt, dus tails is munt. Bro, het was een kop. Er stond tails. Die tails betekent wat de laatste. Wat de laatste was van de vorige battle. Cool, dat is cool. Wacht, chill, bro. Mag niet uit. Chill, bro. Mag niet uit of ik moet beginnen of niet. Uit. Ja. Je kan het op camera terugspoelen als je me niet gelooft, dat is kop. It's all good, it's all Geef good. Hem een beetje love, man. Geef hem een beetje love voor de eerste ronde. Yes, sir. Eerste ronde, fucking finale op Inseno. Snelle shout-out naar bestgamers.nl. Bang, bang. Inseno, let's go, man. Dit zijn de finale beats. Want ik spit het sixte. Begin wel, want deze man kan helemaal niks beginnen. Ze weten zelf dat ik het sixte spreid. Want ze weten zelf, jij had met dit lichaam nooit de finishlijn. Dat is fucking jammer voor je. Straks sla ik je neer met een barkruk. Geen sportschool als ik je bitch in de bank druk. Hoe voel je fucken met Insane? Als ik freestyle, dan rock ik op de stage. Want dit is zo simpel. Weet je wat het is? Kan het meteen breken. Ik laat je ass achter als het logo van PlayStation. Nu voel je fucken met hetgene. Want als ik freestyle, maar volgens mij heb jij thuis al het al voor geschreven. Want je eerste ronde zat je weer te choken. En de tweede ronde kon je opeens belachelijk flowen. Nou, wie hou je voor de gek? Nou, hou gewoon je back. Want dit is zo fucking simpel. Want je houdt gewoon je swag. Want weet je wat het is? En ik weet het. Kijk, hij draagt een shirt van Parijs. Want die zit allemaal geschreven, maar ik ben dood. Schiet je fucking neer, net als Hebdo. Wanneer ik freestyle, weet je zelf dat ik cracks loop. Je wil fucken met een veteraan. Dissen op dat ik lang spit, je kan niet eens op je benen staan. Fuck je hele fucking scheme, zo te weten het. Zeel hem op de mic, kom maar lekker met jouw geschreven shit. Kan mij het interesseren, je kan nog heel veel van me leren. Want jij bent niks meer dan een beginner. Let's get it. Eerste ronde Dani, let's go, man. Yeah. Finale, mensen. Let's go. Ja, ja. Ja, ja. Luister. Hij kan niet tegen dat ik goed kan freestylen. Dus moet hij gaan liegen dat ik ga schrijven. Ik heb niks gehoord, ik kan er niet tegen. Dus hoe kan je dan al zeggen dat ik dingen heb volgeschreven? Jongen, alsjeblieft. Die kwam net iets te dichterbij, maar ben geen travestiet. Jij hebt hekel aan Zwarte Piet. En dat vind ik namelijk best wel grappig, vriend. Want als ik zeg Zwarte, zeggen jullie Piet. Zwarte, Zwarte. Je kan zeggen wat je wilt, dat is wel grappig, vriend. Het is Dani op de mic, ben ik echt fucking ziek. Kijk, je bent als Mitch, want je kan je beter uitschrijven. Elke fat joke die kan je hier nu op je buik schrijven. Ik laat mijn buik zien, want Matty, ik heb scheid. Dit is Dani, zie hoe ik die shit hier zo bereik. Hey, ex, we hebben geen tijd meer te verspillen. Gooi Popjong in de ring met mijn Matty en ik kill hem. Insano is een leto, hij is retro. Hij komt altijd met die schema's, maar dat is niet moeilijk. Nee, dit is niet radio. Hey. Oké, dat ging een beetje fout. Maar ik ben geen Insano, want ik ben Matty toch niet oud. Rap over Parijs, maar wat is er aan de hand? Je kan beter stoppen met rappen, noem je Lange Frans. Eet je chick mij in de ochtend, dan is het croissant. Kruid de boter ook eraf. Mijn wifey die heeft me thuis straks. Yeah. Ja, geef het toch voor de eerste ronde, mensen. Yeah. Tweede ronde. Woe. Ja, 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 ja. Komt altijd te lauw met die shit. Kijk, ik ben ouder dan jij, maar lijkt je ouder dan ik. En dat is vervelend. Ik breng het naar het niveau waar het moest zijn. Je fucking bitch, haar kut is droog als een woestijn. Jij denkt je bent too nice?
Boos op zwarte piet omdat je niks in je schoen krijgt. Weet je wat het is? En je bent best wel een opportunist. Want jij vindt jezelf ook fucking racist. En dat is het probleem, want in mijn fucking inbox dan zeg je die mensen die snappen helemaal niks van hiphop. En ik steun je in die fucking shit met als een activist. Maar jij weet zelf ook, jij krijgt van mij een activist. Yeah. Vingers met twee vuisten in de lucht. Jij krijgt de fucking vuisten in je kut met je hypocriete bullshit. Je weet, je bent niet goed, slik. Alles wat jij doet, dat is bullshit. Nou, kidding, bloody. Spitten over Bob Jorn, dat is fucked up. Je moet tegen mij battelen, jij klein rotjong. Je weet wat het is, je komt weer ziekelijk te hard. Kijk, Apeldoorn, want Pokito is ontsnapt. Jammer, nu wil je fucken, maar dat gaat niet. Weet je wat het is, en daarom creëer ik zeker weer een spatie. Sowieso kom ik je met de microfoon te slopen. Jij bent als Ares, je wordt altijd in je oog genomen. En dat is zo vervelend, en dat is niet overdreven. En daarna heb ik het sowieso gesloopt met, weet het, kan niet fokken met insane. Stotte jij op de beat en dan drop ik het weer meteen. Rock het weer op stage, maar ik weet ik ben de ziekste bitch. Thuis zit jij met de slijmen voor een motherfucking featuring. Fire. Laatste ronde, Dani. Let's get it. Hey Dope, je hebt je best gedaan om mij te vermoorden. Maar helaas, je hebt verloren, brada. Dus je zoek als een toernooi. Want ik zit hier op de beat, ja, dat is echt wel fucking mooi. Hey, je baard is illegaal. Wat heb je hier te zoeken? Ik zie geen Tom Schaal. Bokito is ontsnapt voor de views. Jij bent ontsnapt bij de kelder uit Pownies. Hey, je moet gaan begrijpen. Je noemde mij een rotjoch, maar dat ben ik niet. Pas ik het wel, zou je me hier pijpen. Want je slijmt voor die sessie. Grote prijs die ik ermee gedaan haalde het echt niet. Hey, maar alleen maar op publiek stemmen. Maar kon de jury het bepalen, gingen ze jou remmen. Winnaar, winnaar, en dat is best wel gek. Jij hebt geen ADHD, je bent een aandachtslet. Ha, ja, dat is insane. Iedereen die weet, hij heeft hier een Lego. Normaal is het niet raar gesproken, maar hij heeft gewoon ADHD papiertje meegenomen. Na die battle weet je nog, ik kon hem burger. Toen views hem gekalen met zo'n motherfucking kipburger. Hey, en nog een grapje friet. Als ik zeg zwarte, zeggen jullie Piet. Zwarte. Ja man, let's go. Heb ik nog tijd? Wil dat je begrijpt, bent te lijf. Hey, Insano, alles deed je fucking pijn. Hey. Hey man, geef het op voor deze battle man. Nice. Geef de mics maar aan de jury, boys. Sterk. What's good. Wie gaat naar huis met 200 euro? Wat denkt het publiek, man? Insano? Dani? We gaan het horen, man. Jury, what's up? Ik ga voor OT, man. Jason zegt OT. We hebben 1 OT. Wat zegt Kimo? Ik voel me ook Mackie vandaag, man. Nou, ik weet van beide heren, zijn nice on point, maar er zit net nog iets meer in. Ik wil het zien, man. We gaan voor OT. Oké dan, boys. Bereid je voor, man. Ik vond Insano ietsje beter. We hebben 1 keer Insano, 2 keer OT. Meerderheid zegt OT, dus het woord OT. Get the mics, boys. DJ, heb je nog een beat voor de boys? Succes, man. Yeah. Extra ronde, boys. Let's go, man. OT. Zo. Want dit is grappig en dit is zeker niet normaal. Fucking lijn daar uit de 2012. Begin no over QC, je bent gewoon een pussy. De hele stijl die jij hier brengt, homie, die doet niet. Nu wil je fucking stoer doen. Je bent niks meer dan een groepie en die comments laat daar op YouTube. Je bent niet eens mijn fucking doelgroep. En weet je wat het is? Ik sla je neer met een foe-foe totdat je proef. Ze weten, zet een mes in je gezicht en geef je 140 tekens, dat is een Twitterbericht. Wie is de zit met die shit? Ik freestyle, ben een fucking echte lyricist. En daarom fuck ik, slik ik dit kind. Want het is zo simpel en ik weet het wat het is. Je fuckt nu met de generaal, geef je acht op die shit. En ik breek het en ik weet het ook, je biedt geen tegenstand. De Zeno die is dieper dan de wetenschap, ik geef geen fuck. Je wil beginnen over domstaal. Wat ga je doen als ik je kankerkop straks door het stof haal? Hey, je kan wel zeggen en ik blijf nice. Daarom mag je daarna ook mij met mijn huis meiden. Dat is wat we doen en wat ik doe het dus zo. Zeno heeft altijd een soepele flow. Ik heb je moeder geboond, is te makkelijk om te zeggen. Jij bent veel te makkelijk om te baggen. Get the fuck out of here. Dat was OT van de Zeno. OT, Dani, let's go man. Bring that beat back and let's get it. Ja. Ja, jij mijn moeder gedaan, die shit ging in geen rem. Ik jouw moeder gedaan, maar ze wilde alleen SM.
Ja, snap je dat, mijn broeder? Wat is Eno? Die kreeg vroeger klappen van zijn moeder. Ja, dat is een feiten. Heb alles op een rijtje. En de shit die moet niet zeggen, je werd geen Patricia bij. En je weet dat ik met deze lijn welkom. Jij wil bij schrijven scoepen kaaskoes, maar jij wil staan niet welkom. En ik was hier de hele week. Kom met feiten voor je mars, dat is best wel heet. Ik deed je voorprogramma daar in Deventer. Jij was daar geboekt als een echte ster. Maar luister, toen ik klaar was, was de zaal leeg. En jij kwam daar voor aandacht. Deze freestyle die gaat niet zo goed, ik moet het oppakken. Ik heb nog lijst, ik moet het opkrassen, fuck dat. Luister dan, ik ben gewoon te nice. Hij heeft genoeg prijzen gewonnen, geef die twee bakkie gewoon aan mij. Je weet toch? Jongen, luister dan, ik doe het, doei. Hij zegt, ik doe het niet, maar hij heeft genoeg geleefd van stupie. Je weet toch, dat is insane, oh ja, hij is mijn makker. Visie kon ik bij een tape, nee, dat was geen grappen. Je weet toch, hij neemt Waldo even daar van achter. Weet niet waarom ik dit nu zeg, maar ik ga niet verrassen. Jongen, luister dan, ook al heeft hij het nu zo. Alles wat ik deed was toch wel fucking dope. Bang, ja. Time. Mics aan de jury, boys. Geef die mics aan de jury, man. Wat is Gucci? Ja, ik ben blij dat we voor die OT zijn gegaan. Voor mij is er nu toch wel echt duidelijk een winnaar, man. Ik ga voor Insano. Eén voor Insano, man. Was goed. Jammer van Dani. Terecht voor Insano. Als iemand nog geld van Insano krijgt, dan is dit het moment om het op te vragen. Twee bakjes voor Insano. Hey, geef het op voor de winnaar, man. Insano. En laat je sowieso horen voor Dani. Mensen thuis, ga sowieso naar punchoutbattles.nl. Dan kan je altijd laten weten wie jij beter vond. Stem rechtsboven voor meer info. Rechts beneden om te abonneren, man. Bang.